Nou, het is vrij simpel. Het is het publiceren van gegevens van iemand, uh, veelal gevoelige gegevens... Uh, met een kwade opzet, met het veelal doel om te intimideren... te dreigen, wraak te nemen, dat soort dingen en zo. Het is, het is, het is niet iets positiefs. Zeg maar. Nee. Telefoonnummer en adres. Vaak ja. zijn dat de dingen die worden gedeeld. Soms ook foto's, als iemand wat onherkenbaarder is. Of foto's van kinderen, uh, noem het allemaal maar Ik koop foto's van kinderen? Zeker. Ja, tuurlijk. Goed. Dit zijn ze, kinderen. Pak ze maar. So, en... Hier spelen Telegram groepen een rol in. Welke precies? Oh, ik ga ze niet noemen. Nee, <laughs> dus, uh, maar hoe werkt dat? Um, hoe gaat dat in zijn werk? Um, nou, Telegram, Telegram is een soort dat is een chat applicatie net als mm -hmm. WhatsApp. Mm -hmm. En Telegram is een soort wilde westen voor criminelen. <klaars> het is uh, heel interessant voor mij als journalist. Um, maar het is ook uh, dood en verderf daar. Um, wat want, zie je dan? Nou, wat Telegram doet eigenlijk is, uh, uh, er worden allemaal berichten gestuurd, net als WhatsApp. Um, maar ook dus heel veel uh, lijsten met privégegevens van doelwitten. Dat kunnen van alles zijn. Hoor. Dat van advocaten tot journalisten... Uh, van uh, epidemiologen tot aan... Uh, nou, noem het allemaal maar op. Um, überhaupt mensen met een kritische mening... kunnen daar al op staan. Uh, mm -hmm. Die uh, bijvoorbeeld niet aanstaan dat ze een andere politieke voorkeur hebben. En die gaan eigenlijk rond. En wat zo lastig is aan Telegram... is dat Telegram die dingen eigenlijk niet verwijdert. Normaal op Twitter bijvoorbeeld... Hè, wat ook vaak een soort rioolput is... Uh, zie je dat uh, je dat kan melden. Hè. En dan wordt bijvoorbeeld gegevens over iemand... Uh, verwijderd, die doxie. Uh, bericht. Mm. Bij Telegram is dat dus niet zo en daarom is het zo gevaarlijk. Vooral bij Telegram zie je het ook voornamelijk bij jonge meiden um, die daarin worden gegooid met een telefoonnummer. Dat zijn slachtoffers, dus. Slachtoffers, hè? Ja. ja. Dus met een telefoonnummer, een foto en ze zeggen dan: Deze, dit is een, een hoer en bel erop voor gratis seks. En dat is dan veelal een meisje dat ruzie heeft gehad met een jongen. Uh, je hoort in, in mijn podcast uh, het ja. verhaal van zo'n meisje, maar je ziet het ook bijvoorbeeld als een meisje een jongen heeft afgewezen op een middelbare school. Dan doet die jongen. Of soms ook wel eens meisjes, gooi je gewoon het 06-nummer van een meisje in en, en maak hem maar kapot en dan geeft ze daar weken last van. Maar